Yo, kijkers, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag is het weer wat anders dan normaal en dat heb je aan het begin eigenlijk al gezien. Want ik ga mijn kanaalnaam alweer veranderen. Waarom dit is? Um, ik had al eerst mijn kanaalnaam van Multigames naar Multi veranderd. Oké, okay, had, daarvoor had ik dan naar Sander veranderd heel veel gedoe. Maar eerst ging het van Multigames naar Multi. Uh, dat kwam puur omdat ik multi-games. Ik wilde echt gewoon niet meer met games. Ik wilde gewoon meer kunnen doen dan alleen games, weet je wel? Nou, toen ben ik een paar dagen geleden achtergekomen dat er een kanaal bestaat. Met, die heet ook Multi. En die heeft iets van een paar miljoen abonnees. Dus ik kom niet eens dichtbij uh, de zoekresultaten om bovenaan te komen. Ik sta echt ergens onderaan te bungelen. En dat helpt niet. Uh, toen heb ik verder gekeken. Wat kon ik doen? Ik kon een nieuwe kanaalnaam verzinnen die origineel was. Niet gelukt. Mij kennende, met mijn uh, stijl hersens die er totaal niet toe in staat zijn. Dat. Dus, ik heb mijn kanaal maar weer gewoon Sander genoemd. Uh, in de hoofdletters S-A-N-D-E-R. Dan weet iedereen ook hoe ik heet. Ik hoop dat ik nu gewoon bovenaan zoekresultaten kom te staan op YouTube. Ik hoop het. En dat het daarmee ook gewoon weer wat beter gaat. Dat ik weer wat vaker ook in aanbevolen en zo. En dat soort dingen kon. Mijn, uh, banner is ook half veranderd. Insta-naam klommel niet, maar gewoon ik heb het heel skeer eroverheen geplakt. <laughs> niet haten. Ik heb een kleine verandering gemaakt aan mijn logo, maar dat is bij ook bijna geen verandering. En mijn Insta is nu official Sander. Laag streepje uit mijn hoofd. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de veranderingen. Ja, ik hoop dat jullie het goed vinden. Ik heb niet echt een andere keuze. ik kan het weer terug doen naar Multigames. En dat vind ik ook weer zo. Ik wilde dat juist niet. Ik heb het expres daarom veranderd. Dus dat is onlogisch. Dus ja, dat was het eigenlijk wel zo'n beetje wat betreft mijn kanaalnaam. Heb ik nog wat meer te vertellen? Um... Oh ja, uh, volgens mij, ik had het laatst gezien. Het leek jullie volgens mij leuk. Als ik weer een Minecraft serie zou doen. Ik wilde misschien wat doen. Maar dan denk ik dat ik het ga livestreamen. In ieder geval de eerste aflevering. Bijvoorbeeld, en daarna en soms normale, soms livestreams. Laat even weten of jullie daar zin in hebben. Uh, gewoon in de poll rechtsbovenin hier zo, uh, of jullie daar zin in hebben. Uh, voor de rest, ik probeer natuurlijk gewoon zoveel mogelijk te uploaden. Ik probeer ook gewoon te streamen als dat leuk is, als ik een goed moment kan vinden. Uh, ik probeer zoveel mogelijk leuke dingen te doen. Misschien komt er binnenkort nog een video aan hoe ik een frikandelbootje maak met iemand. Well, ik denk dat dat wel grappig is op zich. En heb ik nog wat te zeggen? Oh ja, misschien dat ik binnenkort ook weer een wedstrijd iets doe. Ik weet het nog niet zeker. Ik twijfel er nog over, want degene die de banner van nu heeft gemaakt, is ook mijn designer, om het zo even te noemen. Alleen, uh, dat duurt waarschijnlijk nog drie weken totdat hij weer een banner kan maken, omdat hij vakantie gaat of zo. Misschien dat ik een korte bannerwedstrijd doe, Ik weet het niet, ik weet het niet. Maar bereid je er mentaal maar alvast op voor. Ah, dan hoop ik dat je weer op de hoogte bent na deze video. Uh, dat je het niet erg vindt dat mijn kanaal Sander heet. En uh, dat je blij voor me bent. Dat ik weet ik veel. Gewoon blij voor me bent. Uh, ik hoop je in ieder geval bij een nieuwe video weer te zien morgen of zo. Of overmorgen, de dag daarna. <laughs> uh, doe gewoon een blauw even omhoog als je dat zin in hebt. En laat een leuke reactie achter als dat nodig is. En tot de volgende keer. En dat is ook nog maar één ding. En dat is. Later.